Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, staat achter de maatregelen die zijn opgenomen in het herstelplan. Dit laat financieel adviseur Maarten Schalkwijk weten aan de STVS Nieuwsdienst. Op 22 december heeft het IMF de lening aan Suriname goedgekeurd. Dit brengt diverse voordelen met zich mee, zegt Schalkwijk. Het IMF zelf heeft $688 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan $200 miljoen voor begrotingssteun. Dus dat is voor de overheid om het gat in de begroting eigenlijk ook te dichten en uitgaven uit de begroting mee te helpen financieren. Daarnaast is er $500 miljoen voor de centrale bank om de deviezenreserve aan te vullen en te zorgen dat er genoeg deviezen zijn de komende jaren. Dus daarnaast geeft dit programma internationaal vertrouwen in Suriname en helpt het ook om de schulden te herschikken met de schuldeisers. Want die eisten, met name de Oppenheimer bondholders, dat er eerst een IMF-programma moest zijn. En dat is er dus nu. En nu heeft Suriname dus de ruimte om dan met die schuldeisers verder te praten. Vergeleken met de andere leningen moet er maar 1% rente betaald worden aan het IMF, vervolgt Schalkwijk met zijn uitleg. Er zijn berekeningen gemaakt om de schulden terug te betalen. Die verschillen per schuldeiser. Vergeleken met Oppenheimer, waar je soms 13% hebt en 9%. Dit is een heel goedkope lening in dat opzicht. En dat helpt ons om juist gaten te dichten. Zodat je eigenlijk meer ruimte krijgt. Elke lening, er zijn heel wat verschillende leningen. Ik geloof dat we 200 zoveel leningen hadden. En allemaal hebben aparte regeltjes. En een aantal hebben dus een schuldherschikking. En dat moet voor een deel nog nu in elkaar gezet worden. Maar voor een deel is het al aangegeven van oké, hoeveel moeten we aflossen. Met multilaterale organisaties zoals IDB, IMF, Wereldbank, die ga je moeten blijven aflossen. Zoals afgesproken, maar andere leningen ga je wat herschikkingen hebben. Door de goedgekeurde lening van het IMF zijn er ook andere buitenlandse instellingen bereid gevonden om Suriname te financieren. Hieronder vallen onder andere de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB.